Goedenavond allemaal. Welkom op de volgende avond rond de praatstoel van INET. De praatstoel van INET is het initiatief dat we genomen hebben rond een aan online webinars rond thema's die zeer nauw aansluiten bij de leefwereld van onze ingenieurs. En de tweede reeks gaat door met Lode Lauwaard, techniekfilosoof, ook auteur van het boek Wij Robots. De reden waarom we Lode ook uitgenodigd hebben, is omdat ethiek en techniek niet altijd zo ver van elkaar staan en steeds meer belangrijker worden, zeker door de opkomst van artificiële intelligentie en alles wat te maken heeft met industrie 4.0. Vandaar dat we het ook heel interessant vonden om zijn boek of de belangrijkste elementen daaruit ook deze avond te komen voorstellen. Hij zal u ook duidelijk vertellen dat hij zijn boek voor 20 deelnemers aan een kortingsprijs van 30% ook zal aanbieden. Maar niet alleen hij doet een geste, ook INET zal onder de aanwezigen 5 gratis boeken ter beschikking stellen. En wat hoef je daarvoor te doen? Wel, op het einde van de avond stuur je dan gewoon een berichtje via de chat of je geïnteresseerd bent in het boek. Nog niet in het begin van de avond, maar op het einde van de avond. Ik ga jullie niet langer ophouden en ik ga op dit moment het woord geven aan Lode. Voor alle duidelijkheid, iedereen staat op dit moment zijn luidspreker afgezet. Naar het einde van de avond toe kan je via de Q&A vragen stellen, maar door het feit dat we met een niet te grote groep zijn, zullen we je zeker ook aan het woord laten en dan stuur je maar je hand in de lucht. Lode, aan u het woord. Oké, Nancy, ik ga eerst mijn slides proberen delen. Voilà. Zien jullie goed? Ja. Oké, ik zal ze nog even vergroten. Voilà. Voilà. Nancy, als je straks, als je mij in de loop van het komende uur wilt onderbreken voor iets, doe dat gerust. Ja. Als er vragen zouden zijn of als er storing zouden zijn. Ja. In het geval dat er technische storing van mijn kant zou zijn, niet weglopen, dan zal ik me gewoon naar een andere plaats van mijn huis begeven. Zo, dat gebeurt wel eens heel uitzonderlijk, maar het kan altijd dat dat nu gebeurt. Oké, laat ik beginnen met in deze plaats Nancy te bedanken voor de uitnodiging. Het is mij genoegen dat ik vanavond de komende uur iets kan vertellen over het boek dat net is verschenen. En dat ik voor jullie een aantal dingen kan vertellen over technologie in het algemeen en artificiële intelligentie, AI in het bijzonder. De titel van mijn lezing is De 7 hoofdzonden, zoals je op de slide kunt zien. En ik ga onmiddellijk iets vertellen over hoe dat mijn lezing er zal uitzien. Maar ik ga kort nog iets over mezelf vertellen. Dus mijn naam is Lode, ik ben docent aan het HIW, dat is het Hoger Instituut voor Wijsbeheer van de KU Leuven, gevestigd in Leuven. En ik doseer ethiek, filosofie en dan meer in het bijzonder ethiek. En in de eerste plaats aan ingenieurs. Dus ik heb eigenlijk per jaar een 600-700 ingenieursstudenten waaraan ik lesgeef. Dat is op de campus in Brugge, industriële wetenschappen. Ook op de campus in Leuven, op groep T. En naast ingenieurs geef ik ook ethiek aan kinesisten en studenten, LO. En uiteraard ook aan filosofen. Ik doe dus academici doen meestal 3 dingen. Hè. Dat is, laten we zeggen, popularisering van hun denken of zo, die soort van dienstverlening. Daarnaast ook onderwijs en onderzoek. En mijn onderzoek en mijn onderwijs zijn allemaal rond de thema's die vanavond aan bod zullen komen. Dus ik werk binnen het domein van de techniekfilosofie, filosofie van de technologie of ethiek van de technologie. Een 5-6 jaar geleden ben ik daarmee bijna hard op focussen. Er zijn een aantal redenen voor, maar een van de redenen die meespeelt is dat er in ons, in ons land, sowieso in Vlaanderen, maar eigenlijk ook bij uitstek in ons taalgebied, eigenlijk niet zoveel techniek-ethiek, techniekfilosofie bestaat. En ik denk dat daar tegelijkertijd wel veel nood aan is. Niet alleen omdat dat interessant is, maar ik denk ook omdat dat relevant is. En in die optiek heb ik eigenlijk ook 4 jaar geleden besloten om een boek te schrijven. Dus dit boek, waarvan u ook de cover ziet op de slides, Wij Robots.
De ondertitel staat er niet bij, maar die staat wel op de eerste bladzijde. De ondertitel is een filosofische blik op technologie en artificiële intelligentie. Laat ik mij eerst beginnen met te zeggen dat, zoals Nancy daarnet zei, dat ik van de uitgeverij tamelijk wat een aantal exemplaren te beschikking heb gekregen, die ik aan mijn mooi tarief aan jullie kan verkopen. Dus wat ik kan doen is in de eerste 20 exemplaren kan ik aan 30% met 30% korting verkopen. Dus dat wil zeggen, het is normaal gezien 30 euro, laten we zeggen, we maken er 20 euro van. Dus de mensen die mij, de eerste 20 mensen die mij e-mailen, en dat is op onderstaand e-mailadres lode.luiwaard@kuileuven.be. Gewoon, je moet me niet aanschrijven, maar gewoon met de vermelding lezing ingenieur, graag wil ik het boek aankopen voor 20 euro in de plaats van voor 30 euro, dan krijg je de eerste 20 mensen die mij e-mailen, die krijgen het aan 30% korting aan 20 euro. Diegenen die daarna komen, de 21ste enzovoort, die krijgen het ook aan korting, maar aan 20% meer. Oké? Okay? Dus voilà, u mag mij nu al e-mailen, u mag mij straks ook e-mailen, lode.luiwaard@kuileuven.be. Dan krijg je dan e-mail en dan gaan we dat onderling wel regelen. Dan geef ik je mijn rekeningnummer en dan laat ik het wel gratis met de post verzenden vanuit Leuven, de KU Leuven. Goed, kort nog iets over het boek. Het boek bestaat uit een inleiding waarin ik uitleg wat ik eigenlijk onder versta onder technologie, wat ik ook versta onder artificiële intelligentie en drie, wat ik ook versta onder filosofie en dan meer specifiek ethiek. Onder artificiële intelligentie, onder ethiek, onder filosofie kun je eigenlijk tal van zaken begrijpen, verstaan. Ik versta iets heel bijzonder onder, iets heel precies onder. En dan leg ik in de inleiding uit, dan zijn er drie hoofdstukken. Elk van de drie hoofdstukken is opgehangen aan een welbepaalde stelling. Een van de stellingen, een van de hoofdstukken, met andere woorden, gaan we straks komende uur uitgebreid belichten. Het eerste hoofdstuk is opgehangen aan de stelling dat technologie in het algemeen dat iets neutraal is. De tweede stelling is dat artificiële intelligentie, en dat zal ook de stelling zijn voor straks, dat artificiële intelligentie een disruptieve technologie is. En de derde stelling is dat technologie in het algemeen in termen van determineren moet worden begrepen. Dat zijn drie stellingen. Waarom heb ik die gekozen? Ik heb die gekozen omdat die onder filosofen, maar ook onder niet-filosofen, onder antropologen, politici, journalisten, maar ook ingenieurs, en ik zou zeggen vooral ingenieurs, dat die drie stellingen tamelijk diep verworteld zitten en ook al vrij lang meegaan. Het zijn met andere woorden sterk verwortelde, breed gedragen overtuigingen, overtuigingen die door heel veel mensen worden gedragen en die precies voor mij dan ook een reden zijn om daarop in te zoomen. Van kijk, heel veel mensen geloven dat technologie neutraal is, disruptief is of in termen van determineren moet worden begrepen. Maar wat betekent dat eigenlijk? Dat is eigenlijk mijn eerste vraag in elk van de drie hoofdstukken. Wat betekent dat eigenlijk? Wat betekent dat technologie neutraal is? En twee, in elk van de hoofdstukken ga ik ook gaan evalueren. Dat betekent eigenlijk dat ik ga kijken naar wat zijn de argumenten voor en tegen die stelling. Nou, mensen beweren dat technologie neutraal is, maar waarom zou je dat geloven? En welke argumenten, welke redenen heb je eigenlijk om die stelling te onderschrijven en niet te onderschrijven? En ten derde, ik geef les aan ingenieurs. Eén. En twee, ik ben niet de type filosoof dat houdt van heel veel, laten we zeggen, een klassiek beeld van een filosoof is heel veel rond de pot draaien en heel veel interessante bla 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 bla. Ik vraag mij ook af, als je die ingaat op die stellingen en als je die probeert te ontkrachten, waarom is dat eigenlijk ook relevant? Waarom is dat ook praktisch relevant? Dus in andere woorden, in elk van de drie hoofdstukken zoek ik ook naar de praktische, concrete relevantie van mijn filosofisch-ethisch betoog. Ik beweer dat technologie niet neutraal is of niet per definitie neutraal is. Waarom zouden we dat moeten weten? Ja, dat is eigenlijk een beetje kort samengevat. Het kader, het raamwerk van het boek. Deze lezing, de komende uur, met andere woorden, ga ik inzoomen op het tweede hoofdstuk. Enfin, we gaan drassen schreden door het tweede hoofdstuk gaan. En dat hoofdstuk heet De Zeven Hoofdzonnen. Ik ga eerst de thematiek een beetje inleiden.
ga eindigen met een korte, heel korte conclusie. En dan het 6 hoofdzonden ga ik bekijken en dan inzoomen op een heel specifieke hoofdzonde, morele verantwoordelijkheid. Omdat ik denk dat de thematiek van verantwoordelijkheid, van morele verantwoordelijkheid, eigenlijk zeer interessant is, maar eigenlijk ook zeer relevant is. En zeker voor ingenieurs, zeker voor ondernemers en technologen. Eerst de inleiding. Het is duidelijk, beste mensen, het is heel duidelijk dat we vandaag, een vierde industriële revolutie leven. We hebben de eerste revolutie, die was gestoeld op stoom, de tweede op elektriciteit, de derde op het internet en computers. Maar het is duidelijk dat we in een nieuwe industriële revolutie leven, de vierde, en dat die gestoeld is op datgene wat we voortdurend achterlaten op het internet, namelijk data, ruwe gegevens. En we laten heel veel data achter, eigenlijk voortdurend. Tussen haken, we doen dat eigenlijk al vooraleer we uit ons bed stappen. De meeste mensen, en namelijk de helft van de personen die een smartphone bezit, zou al binnen een kwartier na het ontwaken en nog terwijl men nog in het bed ligt, al aan het scrollen gaan op de gsm. En met andere woorden, daar al, doorgaans betekent dat dat men op sociale media zich begeeft, daar al gegevens gaan achterlaten, data gaan achterlaten. En volgens sommige schattingen zou 90% van de data die we vandaag ter beschikking hebben, zou die de voorbije 5 à 10 jaar geproduceerd hebben. Met andere woorden, we leven in een op data gestoelde samenleving, op een data gestoelde vierde industriële revolutie. Nu, de vraag is, data zijn de nieuwe olie, is een heel bekende uitspraak van een wiskundige van een aantal jaar geleden, die veel recapituleerd wordt. Maar de vraag is dan, ja, als het nieuwe olie is, wat wordt er eigenlijk volgetankt met, welke systemen worden eigenlijk volgetankt met die olie, met die data? En sommigen, en ik ben er niet mee akkoord, sommigen, en Shoshana Zuboff is zo één iemand, Shoshana Zuboff is een politicologe, en ja, toch ook wat politiek activiste, die een bekend boek heeft geschreven, denk ik, in 2019, dus nog niet zo oud, dat is ook een bestseller geworden, The Surveillance Capitalism. Dus de titel zegt er natuurlijk alles, het gaat over surveilleren, en surveilleren in de context van een heel specifieke vorm van samenleving, namelijk het kapitalistische samenleving. En wat is haar stelling? Kijk, de data die vandaag gegenereerd worden en die zo interessant zijn voor de grote bedrijven, dat zijn in de eerste plaats olie. Dat is in de eerste plaats olie om de bedrijven te voeden. En met andere woorden, om die miljarden bedrijven, de Big Five, te voeden. Die zijn groot geworden, die zijn big geworden, op grond van het feit dat wij voortdurend gegevens achterlaten op internet, gegevens die zij dan kunnen gaan doorverkopen aan andere bedrijven die ons willen bestoken met gepersonaliseerde berichten. Waarover heb ik het? Ik heb het over Google, ik heb het over Facebook, ik heb het over Apple, Amazon en Microsoft. Dat zijn de Big Five. En die zijn volgens Zuboff groot geworden aan de hand van data. Ik denk dat dat geen juiste voorstelling is van de zaak. Ik denk, heel veel artificiële intelligentie heeft te maken met inderdaad op winstbejag uitzijnde bedrijven. Maar niet alle artificiële intelligentie uiteraard. Er is heel veel medische technologie die niets te maken heeft met een, laten we zeggen, liberaal winstbejag. Winstbejag. Daar denk ik, moeten we duidelijk over zijn. Dus met andere woorden, ik denk dat een preciezere omschrijving is dat die data olie zijn, niet zozeer voor grote big tech bedrijven, ook, maar niet enkel, maar dat in de eerste plaats olie is voor AI-systemen, voor technologieën, systemen die uitgerust zijn met artificiële intelligentie. Ik wil er tussen haken wel aan toevoegen dat data ook gebruikt wordt voor andere zaken dan voor artificiële intelligentie, dat big data ook gebruikt wordt voor andere zaken dan slimme technologieën. En twee, ik wil er ook aan toevoegen dat niet alle artificiële intelligentie is gestoeld op tal van data waarmee die systemen worden gevoed. Ik denk dan aan de eerste plaats aan de expertsystemen. De eerste, meer traditionele vorm van AI, die is niet ontstaan op grond van voeding door die data. Niettemin, we leven in een samenleving die gestoeld is op data, en die data die worden gebruikt om heel veel AI-systemen te gaan voeden. We leven als het ware
Uiteraard niet enkel in een democratie, ook niet enkel in een meritocratie, maar ook in wat we noemen vandaag de dag een algocratie. Met andere woorden, we evolueren meer en meer in de richting van een samenleving die gestuurd wordt door de rekenkracht van computers, van slimme systemen. En of dat je dat nu leuk vindt, of goed vindt, of niet leuk vindt, of niet goed vindt, ik denk, dit is de zomer van AI. We zitten in een zomer. En hoe dat je dat nu leuk vindt of niet, of dat je nu ambetant vindt dat AI een buzzword is geworden, veel domeinen in onze samenleving worden beïnvloed door het gebruik van slimme technologie. En dat zal niet direct veranderen. Om een aantal voorbeelden te geven, kijk, uiteraard verwijs ik naar onder andere naar targeted advertising, u kent dat allemaal. Op commercieel vlak of op politiek vlak, we worden voortdurend bestookt met gepersonaliseerde berichten in de hoop dat wij stemmen voor een bepaalde politieke partij, in de hoop dat wij aan het shoppen gaan. Tussen haken, die met militaire precisie op ons gerichte berichten, die zijn gedreven, die worden gedreven door AI, door artificiële systemen, door algoritmen. Tegelijkertijd wil ik er tussen haak wel aan toevoegen, is dat het vermoeden is dat, volgens een aantal onderzoekers, is dat de effectiviteit van die targeted advertising niet bijzonder groot is. En sommigen schatten dat slechts een half à 1 of 1,5% extra kiezers gewonnen worden door precies die targeted advertising, bijvoorbeeld op politiek vlak. Ook de extra consumeren van bijvoorbeeld kleren, over muziek, tot reizen en auto's enzovoort, extra consumeren, zou tamelijk beperkt zijn. Dus vandaag de dag wordt er heel veel negatief gedaan over die targeted advertising, maar ik denk dat we dat tegelijkertijd ook niet moeten gaan overschatten, de invloed van die zaken. AI wordt gebruikt in de medische context, ook bij bedrijven bijvoorbeeld, om machines te gaan checken of ze moeten onderhouden worden enzovoort, voor gezichtsherkenning. Google Maps, om de kredietwaardigheid van potentiële leners bij een bank in te schatten, bij spam, junk e-mails enzovoort. AI is, laten we zeggen, tal van domeinen aan het doordringen in onze samenleving. En op grond daarvan is het dan ook niet verrassend dat er heel sterke overtuigingen leven vandaag de dag. Een van de sterke overtuigingen is een overtuiging die gedeeld wordt door heel veel wat ik noem techniek-optimisten, cyber-utopisten. En wat is de overtuiging? Wel, de overtuiging is dat AI, artificiële intelligentie, slimme technologie, goed is voor alles of voor zo goed als alles. En dat het vaak volstaat om die slimme technologie te gaan gebruiken om problemen op te lossen. En uiteraard, vanuit een bepaald perspectief, is dat tamelijk voor de hand liggend dat soort van stelling wordt verdedigd. Ik denk bijvoorbeeld aan veiligheid. Trouwens, voor degenen die het nieuws volgen vandaag, is bekend geworden dat Duitsland en Mercedes voor het eerst toestemming heeft gegeven om zelfrijdende wagens te gaan produceren en ook te verkopen. Het is duidelijk dat op het vlak van veiligheid zelfrijdende wagens bijvoorbeeld tamelijk beloftevol zijn. Het aantal doden per jaar dat ontstaat door menselijke fout is tamelijk hallucinant hoog. Ja? Als ik mij niet vergis, ik ga even opzoeken, ja, de Wereldgezondheidsorganisatie meent dat van de 1,35 miljoen verkeersslachtoffers die vandaag de dag vallen, dat daarvan de helft veroorzaakt wordt door menselijke fout. De helft. Ja? Dat is tamelijk veel. Wel, de gedachte, de belofte is, ja kijk, dat soort van systemen zou waarschijnlijk het aantal slachtoffers tamelijk hard reduceren. Nu, niettemin, het is duidelijk dat heel veel artificiële intelligentie, en ik denk ook aan zelfrijdende wagens, al heel veel ongelukken hebben veroorzaakt, dodelijke ongelukken trouwens. Met andere woorden, verkeersslachtoffers gaan niet volledig verdwijnen door zelfrijdende wagens. En bovendien, als je het hebt over andere problemen, ik denk bijvoorbeeld aan armoede of ziekten, die kunnen wel gereduceerd worden, maar AI volstaat niet om armoedeprobleem bijvoorbeeld op te lossen, of het klimaatprobleem. U kunt uiteraard AI gebruiken om het klimaatprobleem aan te pakken, maar het zal niet volstaan om een louter en alleen slimme technologie daarvoor te gebruiken.
Er is een tweede superintelligence stelling, die gaat over superintelligence. Dat is een stelling die, ja, laten we zeggen, niet door optimisten, maar door alarmisten vaak wordt verdedigd. En wat is eigenlijk de stelling? Wel, kijk, superintelligence, dat is de titel van een boek dat geschreven is door een zekere Nick Bostrom, een Oxford-filosoof, dus geen kleine vis, die een heel interessant boek heeft geschreven, superintelligence, en hij verwijst met die term naar superintelligente entiteiten, robots die onze bestaande lichamelijke en verstandelijke vermogens ver gaan te overschrijden en die vaak ook heel kwade bedoelingen worden toegeschreven. Sommige alarmisten zeggen, ja kijk, AI die zal leiden tot zulke soort van wereld. Er is onder AI-ontwikkelaars, en ik ben geen AI-ontwikkelaar, maar ik laat me wel informeren door AI-ontwikkelaars. Er is onder AI-ontwikkelaars heel veel oneensgezindheid over tal van zaken, maar men is het vrij eens over het idee dat superintelligence niet voor morgen is, ook niet voor overmorgen en misschien zelfs ook niet voor volgende week. Ja? Derde stelling, die heel veel, en het is op die stelling dat we gaan inzoomen, een derde stelling die heel populair is bij filosofen, maar ook bij politici en technologen, is dat AI disruptieve technologie is. Ja? AI zou onze samenleving ontwrichten. Net zoals Uber de taxiwereld, Airbnb de hotelwereld en Tesla de autowereld heeft ontwricht, of 3D-printen, zijn allemaal voorbeelden van zaken die een ontwrichtend disruptief karakter hebben. Zo zou ook artificiële intelligentie, en ik weet natuurlijk ook dat Airbnb en Uber ook gebruik maken van AI, maar de technologie van AI zelf zou een ontwrichtend effect hebben op onze samenleving. Ook die stelling, net zoals de stelling dat technologie bijvoorbeeld neutraal is, de technologie die in het eerste hoofdstuk in mijn boek wordt beschreven, ook die stelling wordt heel breed gedragen, maar anders dan de neutraliteitsstelling is die nog niet zo oud. De neutraliteitsstelling, de idee dat technologie neutraal is, gaat al terug tot Oud-Griekenland, of de Grieken, de Romeinen. De stelling dat AI disruptief is, ja, die is nog niet zo oud. Dat heeft ook alles te maken met het feit dat de commerciële vorm van, de momenteel heel populaire vorm van AI, namelijk machine learning en dan meer specifiek deep learning, die is commercieel nog niet zo lang geleden doorgebroken. En een bekend voorbeeld van de idee dat technologie AI disruptief zou zijn, dat vind je in het interessante, zeer lezenswaardige boek, dat trouwens ook bij Lano Campus is gepubliceerd, namelijk Digitalis uit 2018 van Thierry Geerts. En Thierry Geerts is niet om het even wie. Dat is de man van Google in de Benelux, in België, Nederland en Luxemburg. En die schrijft op een bepaald ogenblik in zijn boek het volgende. Kijk, in elk geval is het overduidelijk dat de digitale, huidige digitale revolutie, die zowel industrieel als cultureel is, onze hele leefwereld grondig wijzigt en alles op zijn kop zet. Ja? Veel mensen spreken daarom over disruptie. De technologische revolutie die ontwricht alles, die ontwricht de oude wereld en die doet alles uit elkaar vallen. Met andere woorden, dat is een bekende passage waarin hij duidelijk de idee verkondigt dat AI disruptief is. Ik denk, maar op deze slide geef ik nog geen argumenten, maar ik denk dat er op zijn minst redenen zijn om op zijn minst te twijfelen aan de overtuigingskracht van die gedachte. Er zijn nog geen argumenten, maar wel een reden om daaraan te twijfelen. Waarom? Kijk, de tandenborstel van Oral-B. Ik heb die niet. Misschien heeft iemand van jullie die, maar die is uitgerust met artificiële intelligentie. En wat betekent dat? Je kunt je tanden borstelen met kussen, met die borstel, die gaat aan de hand van sensoren opmerken, meten waar jij nog niet hebt geborsteld of nog niet voldoende hebt geborsteld. En op grond daarvan gaan er berekeningen zijn en een inschatting zijn van welke plaatsen nog verdere aandacht van jou als jouw tandenkuisende persoon verdienen. Het is een vorm van artificiële intelligentie voor iets heel nuttig. Iets anders dat ook wenselijk is, is het gebruik van AI in taxstation. En Microsoft heeft in een aantal Aziatische landen, als ik me niet vergis, in Vietnam en Singapore, heeft het AI gebruikt in tankstations om te gaan meten waar er onveiligheid is in een tankstation. Bijvoorbeeld omdat iemand, terwijl hij aan het tanken is, ook aan het roken is. En dat AI-systeem zal vervolgens het personeel gaan inlichten over dat mogelijke veiligheidsprobleem. Laten we duidelijk zijn, dat zijn twee vormen van wenselijke AI. Maar of dat die technologie disruptief is, of dat die technologie disruptief is, dat durf ik wel sterk te betwijfelen.
Anderzijds heb ik ook wel een aantal redenen om te geloven dat AI inderdaad wel disruptief is. Ja? Waarover heb ik het? Twee heel belangrijke invullingen of uitvindingen, technologieën van in onze westerse cultuur en ook onze niet-westerse cultuur. Eén, het wiel. Het wiel is 2 keer uitgevonden, tussen haken. Het is 1 keer uitgevonden 4 eeuwen voor, 4 millennia. Sorry, ja, 4000 eeuwen. Amai, ik ben aan het zeveren. 4000 jaar voor het begin van onze jaartelling. Ja, is het wiel uitgevonden in Europa en in Azië. De 4e eeuw na Christus is het nog eens los daarvan al uitgevonden, ook in Midden-Amerika. We weten allemaal dat het wiel een tamelijk grote invloed heeft gehad op onze cultuur. Je zou kunnen zeggen een disruptieve invloed heeft gehad op onze cultuur. Hetzelfde geldt voor de drukpers. De drukpers heeft duidelijk in een aantal eeuwen geleden fundamentele breuk ingeleid in onze cultuur. En sommige historici beweren zelfs, is dat door de drukpers er als het ware het bekende schisma in het christendom heeft plaatsgevonden. De scheuring tussen enerzijds de katholieken en anderzijds de protestanten. En doordat de Bijbel kon worden gedrukt en zo ook kon worden verspreid onder de bevolking, was ze niet meer enkel beschikbaar voor de klerus, maar ook voor het volk en kon men dus ook kritiek gaan uitoefenen op het katholicisme van die tijd. Ja? Je zou dus met andere woorden kunnen zeggen dat die heel oude technologieën dat die disruptief geweest zijn in onze samenleving. Ja, maar als zulke domme, niet AI-technologieën kunnen worden een disruptieve invloed hebben gehad op onze cultuur, waarom zou dat dan niet het geval kunnen zijn voor AI? Ja, als technologieën zonder AI disruptief zijn, dan moeten we toch eigenlijk ook kunnen verwachten dat technologieën met AI disruptief kunnen zijn. Dat zijn geen argumenten, nogmaals, zijn geen argumenten voor de stelling dat AI inderdaad wel of niet disruptief is, maar het zijn op zijn minst redenen om dat te gaan geloven. Laat ik wat meer gaan inzoomen op een aantal meer fundamentele zaken. Even een slokje water. De term dat op de uitdrukking disruptieve technologie, die is nog niet zo heel oud. Die is eigenlijk gemunt, laten we zeggen, 25 jaar geleden door Christensen in een meer economische zin. Dus de oorspronkelijke uitdrukking is van economische aard. En wat is daar de gedachte? Kijk, nieuwe uitvindingen, innovaties, die gaan op een bepaald ogenblik de next big thing worden. En alle bestaande of een aantal bestaande uitvindingen gaan ze eigenlijk van de kaart vegen. En ze zijn dan disruptor. Ze zijn dan een soort van onderbreking van de economische domein, van de markt. Dezelfde gedachte vind je ook als het gaat over sport of politiek of oorlog. En sommige technologieën, en ik denk in het context van oorlog bijvoorbeeld aan killerrobots, die zouden voor sommigen de sportwereld, maar ook de politieke wereld, denk bijvoorbeeld aan targeted advertising of oorlog, die zouden die domeinen als het ware openbreken. Om duidelijk te zijn, ik ga het de komende 45 minuten niet over die 4 eerste domeinen hebben, ik ga het over ethiek hebben. Wat is daar dan de gedachte? Kijk, AI is een vorm van technologie die een bepaald effect geeft op het domein van de ethiek. Meer specifiek, het heeft daar een effect op de ethiek doordat het nieuwe problemen creëert. Totaal nieuwe morele problemen. Hè? Het breekt dat domein van de ethiek als het ware open. Ja, dus de algemene stelling zou kunnen zijn, AI is disruptief, in de zin dat het bestaande domein van de ethiek openbreekt, het bestaande domein van de ethiek op zijn kop zet. Ja? Maar de gedachte dat AI de ethiek op zijn kop zet, openbreekt, als het ware een revolutionaire invloed heeft op de ethiek, ja, die kun je natuurlijk op verschillende manieren nog gaan interpreteren. En ik ga niet al die manieren overlopen, de mensen die dat interessant vinden, die kunnen daarvoor naar de eerste bladzijde in het hoofdstuk 2 van mijn boek gaan kijken. Maar ik ga me focussen op één van de specifieke invullingen. Dus de stelling voor de komende 45 minuten is, AI is disruptief op ethisch vlak, betekent AI creëert totaal nieuwe morele problemen. Dus wat ik ga doen om die stelling te gaan toetsen, is ik ga me focussen op een aantal problemen die vaak vandaag de dag worden aangehaald als het gaat over artificiële intelligentie. Meer bepaald, ik ga er 7 bekijken. 7 problemen.
Vandaar dat ook de titel van de lezing en van het hoofdstuk is, de zeven hoofdzonden. Er zijn zeven problemen die vaak terugkeren als het gaat over AI. En dus mijn vraag zal zijn, zijn die problemen, zijn dat eigenlijk totaal nieuwe problemen of niet? En als het iets totaal nieuw is, is het wel een probleem? Dat zal de vraag zijn die ik wil beantwoorden. Laat ik even kijken naar het eerste wat vaak wordt aangehaald over artificiële intelligentie. Het ding is, als je ethisch nadenkt, als je ethisch wil nadenken over artificiële intelligentie, dan kun je dat op twee manieren doen. En de eerste manier heeft alles te maken met, puntje 1 hier, misbruik. Je kunt namelijk gaan kijken naar het doel waarvoor artificiële intelligentie wordt gebruikt. En het is duidelijk, beste mensen, het is duidelijk dat artificiële intelligentie voor totaal moreel neutrale zaken kan worden gebruikt, bijvoorbeeld voor mijn Spotify. Het is ook duidelijk dat technologie, AI, kan worden gebruikt voor moreel wenselijke zaken. Ja? Veiligheid bijvoorbeeld, toename van privacy enzovoort. Dat is allemaal duidelijk, ook voor in de medische context. Dat is allemaal zeer duidelijk. Maar wat ook duidelijk is, is dat AI kan gebruikt worden voor moreel foute, onwenselijke doen. En ik noem er hier een aantal. Deepfake, fake news en terreur zijn allemaal voorbeelden van zaken die je kunt realiseren aan de hand van artificiële intelligentie. Deepfake is een samentrekking van fake en deep learning. Deep learning is de meest is een hedendaagse vorm van machine learning en heeft eigenlijk vandaag op heel veel vlakken heel grote successen geboekt. Deepfake betekent dat je mensen bepaalde, of via of dat de opnames van mensen, van bijvoorbeeld een speech van iemand, bijvoorbeeld van Obama, dat je mensen die iets aan het zeggen zijn in een filmpje, andere woorden in de mond kunt leggen, dingen die zij zelf nooit hebben verteld. En u moet maar even gaan YouTuben als u dat filmpje nog niet kent, maar er is een bekend filmpje waarin Obama gedeepfaked wordt, zo zou je kunnen zeggen, in de zin dat hem bepaalde woorden in de mond worden gelegd, in de zin dat hij iets zegt in dat bekende filmpje uit 2018, namelijk het filmpje You won't believe what Obama says in this video. En op een bepaald ogenblik in dat filmpje zegt Obama, of legt Obama het volgende te zeggen, President Trump is een totale en complete idioot. Het is deepfake, dus maakt hij gebruik van artificiële intelligentie. En het is dus niet Obama zelf die dat uitgesproken heeft, maar het is regisseur Jordan Peele die woorden in zijn mond heeft gelegd. Deep Nude is iets anders, dat werd in 2019 in het leven geroepen en gaf je die website een foto van een vrouw met kleren aan, dan werd het hoofd van die vrouw op een naakt lichaam geplakt op zo'n manier dat je eigenlijk de indruk had een naakt foto van die vrouw te zien. Met andere woorden, deepfake kan gebruikt worden voor wat we noemen bijvoorbeeld revenge porn. Maar ook voor de verspreiding van fake news, ook voor het zaaien van terreur. Of in het slechtste geval, zo zeggen sommigen, heel pessimistisch georiënteerde mensen, ook voor het uitroeien van het menselijke ras. En ik verwijs hier opnieuw naar die killer robots die straks nog uitgebreid terug zullen komen. Dat zijn natuurlijk allemaal moreel onwenselijke doelen. Nu, laten we duidelijk zijn, geen enkele van die doelen is nieuw. Ik denk alle doelen die hier worden beschreven, deepfake, revenge porn, fake news, terreur of het uitroeien van het menselijke ras, dat zijn allemaal zaken die uiteraard onwenselijk zijn, maar geen enkele van die problemen die hier kunnen gerealiseerd worden aan de hand van AI, is ook nieuw. Dat zijn gewoon bestaande problemen die nu in een nieuw jasje als het ware terugkeren doordat je gebruik kunt maken van slimme technologie. Ja, dat laatste zinnetje op de slide, daar ga ik nu niet op ingaan, dan gaan we ons te ver voelen. Met andere woorden, als ik kijk naar het eerste argument waarvan je zou kunnen bedienen om de disruptiestelling te onderbouwen, dan denk ik dat argument niet werkt. Namelijk misbruik, kijk je naar het doel van AI, dan is het duidelijk dat AI voor onwenselijke doelen kan worden gebruikt, maar geen enkele van de doelen waaraan ik op zijn minst kan denken, zijn echt effectief fundamenteel nieuw. Terwijl de invulling van de stelling was, kijk, AI creëert totaal nieuwe problemen. Laat even stilstaan bij iets anders dan doelen. Dus als je ethisch wil nadenken over AI, dan kun je kijken naar de doelen. Maar je kunt ook natuurlijk kijken aan de manier waarop je te werk gaat om die doelen te gaan realiseren. Om even een analogie aan te halen.
Je kunt een oorlog voeren met een moreel wenselijk doel voor ogen, bijvoorbeeld de bevrijding van een onderdrukt volk. Maar je kunt voor de bevrijding van het onderdrukte volk kun je ook totaal onwenselijke middelen gebruiken, bijvoorbeeld chemische wapens of mosterdgas. Dat is natuurlijk totaal onwenselijk. Dus niet alleen kijken naar het doel, misbruik, maar ook naar de middelen. Dus de komende 6 problemen hebben alles te maken met de middelen en instrumenten of de weg naar het doel. Maar het is duidelijk dat je op dat ogenblik uiteraard naar privacy moet gaan kijken. En privacy is uiteraard een morele waarde, iets dat we belangrijk vinden, iets dat we moeten nastreven. Althans, dat is iets dat sterk in onze cultuur verworteld zit. Privacy is iets dat moreel nastrevenswaardig is. Tegelijkertijd wil ik er wel de aandacht op vestigen dat het woord of de term privacy, dat die verschillende dingen kan gaan betekenen. En die kan betekenen, ik ga 2 betekenissen gebruiken, ook de betekenissen die het meest worden gebruikt. Namelijk 1, dat je controle hebt over je eigen gegevens, namelijk dat je weet welke gegevens die jij achterlaat op het internet, bijvoorbeeld op Facebook en Instagram, dat je weet welke gegevens van jou worden gebruikt en ook waarvoor ze worden gebruikt. En een tweede betekenis van privacy is dat je niet voortdurend achtervolgd wordt, dat je niet gesurveilleerd wordt. Dat is een tweede betekenis van privacy. Laten we duidelijk zijn, AI en slimme technologie kan gebruikt worden in het voordeel van onze privacy. Er zijn tal van slimme systemen die worden ontworpen met het oog op meer privacy. Er is bijvoorbeeld software, als Tor software, die ons in staat stelt om op een volstrekt anonieme manier over het web te surfen. Nu, wat ook duidelijk is langs de andere kant, is dat AI, als het gaat over privacy, verschillende momenten op verschillende voorbeelden kent waarin privacy met de voeten wordt getreden, waarin met andere woorden onze privacy wordt geschonden. Ik denk in de eerste plaats aan het feit dat wij voortdurend getracked worden, dat wij voortdurend gesurveilleerd worden. Van 's morgens tot 's avonds, de grote bedrijven, de Big Five, waarover ik het daarnet had, die weten eigenlijk voortdurend waar wij zijn en ook min of meer precies wat we aan het doen zijn. Ja? Dus men zou je kunnen zeggen, die AI, doelbewust of niet doelbewust, die stelt anderen, en ik denk dan vooral aan de grote Big Five bedrijven, de Big Tech industrie, die stelt hen in staat om voortdurend ons te controleren en te surveilleren. En nog los daarvan, er bestaat ook zoiets als bijvoorbeeld Clearview AI, is een Amerikaans bedrijf dat gespecialiseerd is in gezichtsherkenning, en dat werkt voor tal van politiekorpsen en inlichtingsdiensten overal ter wereld. En ook sinds een aantal weken is dat uiteraard heel bekend geworden. Jullie hebben waarschijnlijk dat wel gevolgd. Is dat Clearview AI ook in ons land gebruikt werd door de federale politie. Wat is daar het probleem geweest? We trainden een AI-systeem met miljoenen, ik denk zelfs miljarden foto's, die men van bepaalde platformen zoals Instagram en Facebook heeft gehaald, zonder, en dat is dat privacyprobleem, zonder dat wij ooit toestemming hebben gegeven voor het gebruik van die gegevens. Ik denk in die context uiteraard ook aan Cambridge Analytica, maar ik denk ook aan een onderzoek dat is gevoerd in 2016 naar de privacy bij 211 Android-apps voor diabetespatiënten. En ik vind de resultaten van het onderzoek tamelijk ontluisterend als het gaat over privacy. Meer bepaalt het volgende. Enkel alleen door het downloaden van software kun je bij 31 van de apps voor die diabetespatiënten de identiteit van die patiënt achterhalen. 31%, dus 1 op de 3. 27% kun je de locatiegegevens achterhalen en bij 11% wordt de camera geactiveerd om toegang te krijgen tot je foto's en de video's die op je gsm staan. En ook het volgende is tamelijk chockerend, vind ik. Bij ongeveer 5% kunnen de contacten op het apparaat worden gelezen en kan de microfoon worden geactiveerd om gesprekken op te gaan nemen. Ik denk dat er hier geen twijfel is. Er zijn allemaal schendingen van onze privacy, schendingen die mee in de hand worden gewerkt door AI. Dus AI kan onze privacy ten goede komen, uiteraard. Het kan ook zijn dat AI helemaal geen privacy schendt, maar het is duidelijk dat we tal van voorbeelden kennen waarin AI een privacy probleem is. Is privacy een probleem? Ja. Is het een ernstig probleem? Ook ja, uiteraard. Maar het is uiteraard geen nieuw probleem. Privacy
is een oud probleem dat nu gewoon terugkeert, ook in de gedaante, ook in de context van artificiële intelligentie. Dan denk aan bijvoorbeeld medische technologie, die eerst gebruikt is bij patiënten en vervolgens ook voor wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt. Wanneer men op dat ogenblik de gegevens van de patiënten niet anonimiseert, dan schendt men de privacy van die patiënt. Als u gaat snuffelen in het dagboek van uw puber, van uw puberende zoon of dochter, dan schend je ook, dat kan misschien banaal lijken, maar dan schend je ook de privacy van jouw kinderen. Dat is duidelijk een vorm van privacy schending. Hier niets te maken met AI. Met andere woorden, het tweede argument voor de disruptiestelling, ook dat is eigenlijk geen goed argument. Privacy is een probleem, is een ernstig probleem, maar geen nieuw probleem. Laten we even kijken naar het derde probleem dat vaak wordt aangehaald. En ik ga daar even blijven stilstaan, omdat ik dat heel relevant vind. Maar het derde probleem dat vaak wordt aangehaald om over ethiek en AI te praten, dat is het probleem van bias of vooringenomenheid. En ik wil er onmiddellijk ook de aandacht op vestigen dat die term bias eigenlijk in twee opzichten meestal wordt gebruikt. We hebben een eerste vorm van bias is een statistische interpretatie, maar je hebt ook een morele interpretatie. Wat is statistische bias? Dat betekent dat je een steekproef gaat afnemen en dat jouw steekproef niet representatief is. Niet representatief. Stel bijvoorbeeld dat ik onderzoek wil gaan voeren of een steekproef afneem om te gaan weten wie mogelijkerwijze de verkiezing, de burgemeesterverkiezingen in Gent hier zal gaan winnen. En ik doe dat enkel bij, laten we zeggen, bij de hoogopgeleide dertigers uit Gent. Dan is de kans bijzonder groot dat ik uitkom bij een groene burgemeester. Terwijl tegelijkertijd dat niet in de sterren staat geschreven dat wij volgende burgemeestersverkiezingen een groene burgemeester zullen hebben in Gent. En dat heeft alles te maken met het feit dat mijn steekproef op dat ogenblik niet representatief is voor de Gentse bevolking. Ja? Dat is één vorm van bias. Er is ook een tweede vorm van bias, die omschrijf ik als morele vooringenomenheid. En dat betekent dat je, wanneer je bijvoorbeeld een keuze moet gaan maken, of wanneer je een beslissing moet gaan maken, is dat je niet neutraal bent, dat je partijdig bent. Wanneer, met andere woorden, een verschillend gewicht wordt toegekend aan een bepaald persoon, aan een bepaalde groep of aan een bepaalde idee. Ja? Voorbeelden van de band tussen de twee. Dat vind je bijvoorbeeld bij Amazon. U kent wellicht wel het voorbeeld van Amazon. In 2018 heeft Reuters bekendgemaakt dat Amazon heeft geëxperimenteerd met het gebruik van slimme technologie om mensen aan te werven. En wat betekende dat? Dat die systemen alle kandidaturen, alle cv's van alle kandidaten gingen screenen. En dat men vervolgens aan het AI-systeem de beslissing overliet om mensen te gaan aannemen voor een bepaalde job. Wat bleek is dat het AI-systeem discrimineerde op het vlak van gender. Alle vrouwelijke kandidaten die werden onmiddellijk van tafel gezwierd, die werden onmiddellijk niet geselecteerd, weggeselecteerd. Dat is een vorm van wat ik noem morele bias, morele vooringenomenheid. Men kent een verschillend gewicht toe aan een bepaalde segment van de bevolking, namelijk mannen, en besluit alle vrouwelijke kandidaten uit. Het is duidelijk dat die morele vooringenomenheid, dat die voortvloeit uit statistische bias. Waarom? Wel, dat AI-systeem van Amazon, en dat was gevoed natuurlijk met data uit het verleden. Wat waren hier de data uit het verleden? Dat waren de geslaagde kandidaten voor jobs bij Amazon uit het verleden. Dat wilde zeggen, in dit geval, mannelijke sollicitanten. Mannelijke sollicitanten waren ook diegenen die geslaagd waren voor de selectieprocedure. En met andere woorden, de data waarmee dat AI-systeem werd gevoed, die waren gebiased in statistische zin. Die waren eigenlijk slechts een... Ja, die waren niet representatief voor de totale bevolking. Enkel voor mannen en het ging niet over vrouwen. Bij gevolg was het ook zo dat het systeem enkel mannen ging selecteren. Met andere woorden, die statistische bias die heeft geleid tot morele bias. En dus er is een duidelijke band tussen die twee. Dus opnieuw, hier het probleem heeft dus niet zozeer te maken met het AI-systeem zelf. Het heeft eigenlijk echt alles te maken met de discriminatie of de genderongelijkheid op de arbeidsvloer van Amazon. En die ongelijkheid die wordt door dat AI-systeem geërfd. En je zou kunnen zeggen, sommige mensen denken dat AI een heel revolutionair is, disruptief is. Maar dit voorbeeld zou je kunnen zeggen,
toont precies het tegenovergestelde, namelijk dat bepaalde bestaande problemen op de arbeidsvloer, dat die gereproduceerd worden door die AI-systemen. Die conserveren, die bestendigen alleen maar een bestaande ongelijkheid en die zetten die alleen maar verder door gebruik te maken van artificiële intelligentie. Met andere woorden, Amazon, het voorbeeld van Amazon, maar ook bijvoorbeeld OpenAI, het bedrijf opgericht in 2015, of nee, sorry, inderdaad 2015 opgericht is door Elon Musk, dat OpenAI dat gespecialiseerd was in natural language processing, is ook, je kunt dat in het boek lezen, meer bepaald op pagina 143, kunt je in het boek lezen over dat bedrijf dat ook biased AI-systemen heeft gemaakt. Wel, met andere woorden, bias is uiteraard een probleem, het is ook een groot probleem waarmee AI gebruik gepaard gaat, maar is het een nieuw probleem? Uiteraard niet. Het is duidelijk dat AI-systemen de indruk wekken neutraal te zijn, objectief te zijn, maar het is tegelijkertijd ook duidelijk dat het niet-neutrale, niet-objectieve karakter van AI, dat niet het privilege is van AI. Wij zijn allemaal mensen van vlees en bloed, maar wij zijn allemaal duidelijk door en door gebiased. Er zijn heel veel vormen van vooringenomenheid die ons mensen karakteriseert. Ik heb het onder andere over de negativiteitsbias. Het feit dat wij voortdurend onwenselijke negatieve eigenschappen toeschrijven. In de eerste plaats aan mensen die we niet kennen. En positieve eigenschappen aan mensen die we wel kennen. Ik heb het onder andere over lookism. Het feit dat mensen voortdurend, heel vaak toch, mensen met fysiek aantrekkelijke lichamen, met mooie lichamen, voordelen in vergelijking met mensen die een minder aantrekkelijk voorkomen hebben. Mensen die door de gemeenschap vaak als aantrekkelijk worden gezien, hebben een veel grotere kans om hoog op de maatschappelijke ladder te eindigen. En dat is uiteraard een vorm van bias. Met andere woorden, bias is een probleem, maar opnieuw geen nieuw probleem. Hetzelfde geldt, en daar kan ik vrij kort uiteraard over zijn, hetzelfde geldt over veiligheid. En veiligheid versta ik hier in dubbele zin. In Nederlands hebben we geen vertaling voor security en safety. We hebben daar één term voor, veiligheid. Maar security verwijst naar het feit dat de systemen, AI-systemen, gesloten zijn voor indringers, bijvoorbeeld voor terroristen. Safety als veiligheid verwijst naar het feit dat AI-systemen, wanneer ze bijvoorbeeld in een materiële context, fysieke context, bijvoorbeeld in een bedrijf, aan de band worden gebruikt, dat ze geen materiële of lichamelijke schade veroorzaken. Het is duidelijk, laten we daarover duidelijk zijn, het is glashelder dat AI veiligheid de hoogste kan induwen. En dat veiligheid gestimuleerd of verbeterd kan worden in bedrijven bijvoorbeeld, door gebruik te maken van artificiële intelligentie. Maar wat ook duidelijk is dat AI kampt met veiligheidsproblemen. Dat AI niet per definitie gesloten staat voor indringers. Dus een probleem heeft van security, maar ook van safety. De talloze experimenten, en ik heb er daarnet al in het begin van mijn lezing naar verwezen, de talloze experimenten met zelfrijdende wagens, die hebben vaak geleid tot materiële en lichamelijke schade en zelfs tot dodelijke ongevallen. Denk aan de vrouw die op haar fiets in Arizona werd omvergereden door de zelfrijdende wagen van Uber. Veiligheid is een probleem waarmee AI-systemen kampen, maar er uiteraard weinig of wellicht geen enkele technologie is risicoloos. Er is wellicht geen enkele technologie die niet gepaard gaat met een veiligheidsprobleem. Dus veiligheid is een probleem waarmee AI geconfronteerd wordt, maar is niet het privilege van AI. Dus ook veiligheid is geen argument voor de disruptiestelling. Er is een andere, vaak terugkerende problematiek, morele problematiek, waarnaar van men wijst als we het hebben over artificiële intelligentie, namelijk de thematiek van transparantie, van doorzichtigheid, van het feit dat die technologie glashelder zou moeten zijn. Wat betekent dat? Vaak heeft men het over transparent AI of over explainable AI. Wel, het betekent dat wij voldoende inzicht moeten hebben in dat artificieel systeem. Met andere woorden, dat wij goed zicht moeten kunnen hebben op de mechanismen die geleid hebben tot deze of gene beslissing door dat AI-systeem. Dat wij goed moeten beseffen, of goed moeten kunnen weten of kunnen achterhalen wat de gronden zijn, de redenen zijn
waarom een systeem, bijvoorbeeld een zelfrijdende wagen, deze of gene beslissing heeft gemaakt. Het is duidelijk dat verschillende vormen van AI totaal transparant zijn. Ik denk dan vooral bijvoorbeeld aan de klassieke expertsystemen. Heel van die klassieke expertsystemen die zijn gestoeld op als dan constructies, zinconstructies. Als dit gebeurt, dan moet dit plaatsvinden. Die voorwaardelijke zinnen die zorgen ervoor dat die AI-systemen zeer transparant zijn. Als dit gebeurt, dan heeft dat te maken met die als, die voorwaarden, namelijk het eerste zin van die als-dan-constructie. Op dat ogenblik is dat AI-systeem zeer transparant, zeer doorzichtig. Het is duidelijk dat heel veel AI, en ik denk dan vooral aan deep learning, dat dit totaal intransparant, ondoorzichtig is. Dus sommige AI-systemen zijn een beetje zoals de hond uit het Oude, Oude Testament, of uit het protestantisme, totaal intransparant. Je weet niet goed waarom men deze of gene beslissing neemt. En natuurlijk, soms is dat ook geen moreel probleem. Net zoals het wellicht ook geen probleem is dat ik niet goed weet hoe mijn auto werkt of wat er precies allemaal schort aan mijn wagen. Of wat er niet schort aan mijn wagen, hoe dat die in elkaar steekt, dat hoeft niet moreel problematisch te zijn. Maar totaal ondoorzichtige, niet transparante AI kan wel problematisch zijn, moreel problematisch zijn. Bijvoorbeeld wanneer een AI-systeem wordt gebruikt om mensen te recruteren voor een nieuwe job. Dat AI-systeem dat kiest mij niet, maar niemand, ook de ingenieur of de AI-ontwikkelaar, kan weten waarom dat AI-systeem die beslissing heeft genomen. Wel, dan is dat wel degelijk moreel problematisch. Waarom? Omdat die beslissing een duidelijke impact heeft op mij en op mijn leven. En op dat ogenblik verdien ik het als mens om extra uitleg te gaan krijgen. Ja, dat is vrij evident. Je verdient uitleg omdat je een mens bent, omdat je een mens bent met een zekere morele status. Als dat systeem dat niet kan, dan is dat een moreel probleem. En dat is heel vaak het geval bij machine learning en dan heel specifiek bij neurale netwerken, bij deep learning. Die zijn zo complex, het aantal verbindingen tussen vaak een groot aantal artificiële neuronen is zo groot, dat niemand, zelfs geen ingenieur, kan achterhalen wat precies de achterliggende mechanismen zijn van een bepaalde beslissing. Ja? Dat is een probleem, dat is een moreel probleem in een bepaalde context. Maar is dat een nieuw probleem? Wel, in zekere zin wel en in zekere zin niet. In zekere zin is dat geen nieuw probleem. Waarom? Omdat intransparantie, ondoorzichtigheid in een tal van contexten terugkeert die niets met artificiële intelligentie te maken hebben. Ik denk aan solliciteren, maar ik denk ook aan sporten of examens. Heel veel studenten komen nooit te weten waarom zij gebuist waren. Maar ernstiger, er is onderzoek van Amnesty International dat heeft uitgewezen dat de doodstraf in veel landen afneemt, maar in de landen waar het niet afneemt, dat daar de intransparantie nog toeneemt. Namelijk dat de beschuldigde ter dood veroordelen en ook de familie en de geliefden van die ter dood veroordelen vaak niet weten waarom men eigenlijk de doodstraf aan hen wordt opgelegd. Met andere woorden, intransparantie is geen nieuw gegeven. Ook heel veel sporters die op de bank raken, zoals bijvoorbeeld Ruud Vormer bij Club Brugge, die weten vaak niet, en dat is uiteraard niet per definitie zo, maar vaak tasten zij het duister over de reden van een bepaalde beslissing. Sommige mensen denken dat ze al, als het ware, op een bepaald voetstuk staan en denken dat ze geen uitleg verschuldigd zijn aan anderen. Ook al heeft hun beslissing een groot impact op die persoon. Dus het is geen nieuw probleem in transparantie. Tegelijkertijd is er hier bij intransparantie en transparantie toch iets dat nieuw is. Namelijk de ondoorzichtigheid van AI is hier bij AI fundamenteel onoplosbaar. Omdat die neurale netwerken zo complex zijn, is het per definitie onmogelijk om de beslissingen de gronden voor een beslissing te gaan achterhalen. Terwijl dat natuurlijk wel anders is in de context van solliciteren door mensen of in sportcontext of in die doodstraf. Daar is er in principe wel iemand die kan gaan achterhalen of iemand die kan uitleg geven over de reden van een bepaalde beslissing. Dus daar is daar wel iets nieuws. Tegelijkertijd is het probleem zelf, het morele probleem, is dat niet van een nieuwe aard. Wat wel nieuw is, is dat het onoplosbaar is in het context van AI, maar intransparantie as such, als een probleem, is uiteraard geen nieuw probleem. Laten we even stilstaan bij het voorlaatste probleem, namelijk dat van duurzaamheid. En ik vind het wel belangrijk om daar toch wel aandacht aan te schenken. Waarom? Omdat het eigenlijk heel vaak
onder de radar blijft als het gaat over AI en zeker als het gaat over ethiek en AI. Waarover heb ik het? Ik heb het over het feit dat het is een soort van bedrieglijke voorstelling van technologie en AI. Namelijk, het zit in de cloud, het zit in de lucht, in de wolken. En ik snap in zekere zin uiteraard wel die uitdrukking, maar het is in zekere zin bedrieglijk, omdat AI, dat zit in de grond. Dat zit in materie. Die AI, niet in de grond, maar resideert in materialen, resideert in computers. Die resideert in grote datacentra overal ter wereld. Die worden uitbesteed door onder andere Microsoft en Amazon. Hier bijvoorbeeld in Europa, maar ook in de Verenigde Staten. In datacentra. Grote centra met talloze computers, die datacentra, met andere woorden, die zijn enorm warm en die vragen heel veel energie. Precies ook omdat ze zo warm zijn. En dus ze moeten gekoeld worden door koelsystemen, door airconditioning. En wat is airconditioning? Wat, dat is een energieslurper. Om even heel concreet te zijn, datacentra vandaag de dag, die verbruiken heel veel energie en naar schatting, de totale hoeveelheid energie die vandaag de dag gebruikt wordt om die datacentra te laten functioneren, die zou gelijk zijn aan de totale hoeveelheid energie rond 1850 wereldwijd, los van technologie. Ja? Dus de totale hoeveelheid energie die in 1850 geproduceerd werd, komt overeen met de energie die vandaag de dag enkel alleen voor AI nodig is, volgens schattingen. Als we zo blijven doordoen, ja, om met AI te gebruiken, dan zeggen sommigen, mensen die daar iets van kennen, en dat zijn geen filosoofjes uit Vlaanderen, maar serieuze onderzoekers, die menen dat als we zo blijven voordoen, dat in 2040 de totale hoeveelheid energie die gepaard gaat met het gebruiken en produceren van AI, dat die totale hoeveelheid energie gelijk is aan de hoeveelheid energie die we vandaag de dag wereldwijd gebruiken in 2021 voor alles in totaal, los van AI. Dus dat zijn enorme grote sommen energie die gebruikt gaan worden of verbruikt worden voor alleen maar AI te kunnen produceren en te kunnen laten functioneren. Energiegebruik, dat gaat natuurlijk gepaard vandaag de dag met een uitstoot, met een tamelijk grote uitstoot van CO2, van koolstofdioxide. En dat hangt natuurlijk niet los, dat staat niet los uiteraard van het klimaatprobleem. Naar schatting zou het trainen van een populair algoritme, dus dat zijn algoritmes die op Facebook en die Facebook draaien, laten draaien en ook bijvoorbeeld Instagram laten draaien, die zouden gepaard gaan met een verbruik van 200.000 kilogram CO2. Ter vergelijking, per persoon het verbruik van CO2 wordt geschat op 500 kilogram per persoon per vlucht voor een gemiddelde Europese vlucht. Dus dat zijn toch geen kleine bedragen. En ik denk toch dat we dat best in gedachten houden wanneer we nadenken over AI. Grote hoeveelheden energie worden verbruikt, grote hoeveelheden kilo's CO2 worden uitgestoten. Duurzaamheid is een probleem als het gaat over AI. Het is een moreel probleem, laten we daar ook duidelijk over zijn. Het is een moreel probleem, maar het milieuprobleem of het klimaatprobleem is ouder dan AI. AI heeft het klimaatprobleem niet geïntroduceerd. Het heeft het denk ik wel versterkt, maar het introduceert dus niet. Dus net zoals misbruik, privacy, intransparantie, veiligheid en bias, is ook duurzaamheid en ecologie is dat geen argument om disruptiestelling te onderschrijven. Met andere woorden, dames en heren, als u de vraag of de stelling verdedigt dat AI disruptief is, bijvoorbeeld op ethisch vlak, en je vult dat in als AI creëert totaal nieuwe problemen, dan denk ik dat je bij het foute einde hebt. Ik denk misbruik en ondoorzichtigheid enzovoort zijn allemaal grote problemen, zijn ernstig, mogen we niet verwaarlozen, we moeten daar iets aan doen, we moeten die oplossen, we moeten daar proberen te voorkomen. Maar het zijn geen nieuwe problemen, het zijn geen fundamenteel nieuwe problemen. Dus om het in spreektermen uit, of in boutade uit te drukken, het gaat eigenlijk over oude wijn in nieuwe vaten. Of meer filosofisch, het gaat over, we moeten nadenken over ethiek en AI, en dan liggen die ethische problemen, die liggen op een continuum. Het is als het ware een graduele toename. Die problemen die zijn niet nieuw, er is geen discontinue breuk tussen het verleden en het heden. Nee, er is gewoon een toename van het probleem door AI.
Het duurzaamheidsprobleem is toegenomen, is geïntensiveerd door AI, maar er is geen breuk met het verleden omdat dat veiligheidsprobleem of dat onderzichtigheids- of duurzaamheidsprobleem al ouder is dan AI. Dat is mijn analyse voor de, en dat is ook de titel van dit tweede deeltje, voor de 6 hoofdzon. Maar, en ik zie dat het ondertussen 9 uur is, dus ik ga mijn derde deeltje een beetje inkorten. Ik ga dat proberen houden op 5 minuten, dan kunnen we overgaan naar de vragenronde. Maar de vraag is, en sommige mensen beweren dat als je nadenkt over AI en ethiek, dat er misschien toch wel één probleem is dat ten eerste een moreel probleem is, dat ten tweede ook totaal nieuw is. In de zin van, er is een nieuw probleem dat door AI wordt geïntroduceerd en dat door AI voor het eerst wordt geïntroduceerd, met andere woorden, dat er nog niet bestond. Ja? Dat is het probleem van de responsibility gap. Waarover gaat het? Ik ga mijn uitleg hier een beetje inkorten, maar ik denk dat ik dat wel kan op een heldere en toch beknopte manier. Wat is de gedachte? De gedachte is dat door AI, door volstrekt autonome AI-systemen, ik denk aan zelfrijdende wagens, ik denk aan killer robots bijvoorbeeld, maar ik denk ook aan Amazon Mechanical Turk, dat platform dat mensen automatisch een bericht stuurt dat zij mogen een bepaalde job uitoefenen, maar dat ook mensen automatisch zonder tussenkomst van een mens opnieuw gaat deactiveren, om het mooier uit te drukken, een mooiere uitdrukking dan ontslaan. Dat zijn compleet autonome AI-systemen, waar sommigen beweren dat door het gebruik van zulke systemen, wanneer zulke systemen een fout maken, dat je daar niemand verantwoordelijk kunt voor houden. Met andere woorden, dat je niemand kan aanduiden die een kandidaat is voor straf, in het geval zulke systemen een fout maken, een probleem met zich meebrengen. Bijvoorbeeld wanneer een killer robot een burger zou doden, wanneer een zelfrijdende wagen iemand omver zou rijden, wanneer iemand ter onrechte door Amazon Mechanical Turk wordt gedeactiveerd zonder onrechten, bijvoorbeeld op grond van huidskleur. Sommigen beweren, je kunt daar niemand voor verantwoordelijk houden. En wat is hun argumentatie? Argumentatie is, hier is het idee van controle. Kijk, wat is de gedachte? Kijk, je kunt niemand verantwoordelijk houden op grond van het gebrek aan controle die mensen hebben over zulke systemen. Controle is met andere woorden, zo luidt de redenering, controle is een noodzakelijke voorwaarde voor het kunnen verantwoordelijk houden van iemand. Ik denk dat dat onjuist is. Ik denk dat er in de alledaagse morele praktijk van vandaag de dag tal van zaken zijn waarvoor mensen verantwoordelijk kunnen worden gehouden, ondanks het feit dat ze geen controle hebben over datgene wat fout is gelopen of goed is gelopen. Ik denk bijvoorbeeld aan ouders die verantwoordelijk zijn over hun kinderen. En dat betekent, die kinderen kunnen iets fout doen, zelfs al zijn ze bijvoorbeeld nog maar 1 jaar en een half oud. En zij kunnen daarvoor nog niet worden gestraft in sommige omstandigheden. Maar men zal soms wel naar een verantwoordelijke zoeken en een verantwoordelijke is dan de ouder. Politici worden vandaag de dag verantwoordelijk gehouden voor tal van zaken, ook al hebben zij helemaal zelf niets mispeuterd. En zijn het bijvoorbeeld hun kabinetsmedewerkers. Ik denk bijvoorbeeld aan Verenigd Koninkrijk deze week heeft plaatsgevonden met de premier. Daar hebben een aantal kabinetsmedewerkers ontslag genomen en andere zaken waar zij niet noodzakelijkerwijs controle over hadden. Maar ik denk ook aan de volgende eenvoudige situatie. Stel, ik ben epilepsiepatiënt en ik weet dus dat ik een slachtoffer kan zijn van een epileptische aanval. Als ik dan toch doelbewust in een auto stap en vervolgens ook het slachtoffer ben van een epileptische aanval en ook het controleverlies over mijn stuur en vervolgens iemand aanrijdt, dan kan ik toch verantwoordelijk gehouden worden voor dat verkeersongeluk. Dat betekent niet noodzakelijk dat ik zal worden gestraft, dat bedoel ik niet, maar ik kan wel verantwoordelijk worden gehouden in de zin dat mensen mij kunnen aanspreken op datgene wat er is gebeurd. De vraag stellen, bijvoorbeeld, waarom ben je in je wagen gestapt? Ondanks het feit dat je weet dat je patiënt bent. Dat betekent niet noodzakelijk dat je wordt gestraft, maar men kan jou wel ter verantwoording roepen. En dus, men kan jou aanduiden als een mogelijke kandidaat voor straf, als een verantwoordelijke. Ja,
Mensen die risico's nemen, met andere woorden, zoals de epilepsiepatiënt, mensen die risico's nemen, die kunnen ook worden verantwoordelijk gehouden voor het risico op het ogenblik dat dat risico zich voordoet. Wel, ik denk dat dat ook het geval is voor autonome AI-systemen, voor artificiële intelligentie. Dat is mijn laatste slide, op mijn voorlaatste slide. In AI-systemen die ontworpen zijn door mensen, die ook in gebruik genomen zijn voor mensen, die kunnen volstrekt autonoom beginnen functioneren. Wel, wanneer zulke systemen fouten maken, dan kunnen mensen daar verantwoordelijk worden voor gehouden. Ze zijn verbonden met dat systeem, met andere woorden, ze hebben op een bepaald ogenblik op de knop gedrukt, dus ze hebben. Zij weten ook wat de mogelijke onwenselijke gevolgen kunnen zijn. En zij moeten daarover geïnformeerd zijn. Wel, als ze beslissen om dat systeem te gebruiken, goed wetende dat die effecten kunnen volgen, die onwenselijke effecten kunnen volgen, dan kan men ook worden aangesproken op het ogenblik dat die onwenselijke effecten zich effectief op voordoen. Met andere woorden, ik denk dat er in de context van AI geen responsibility gap is. Je kunt wel degelijk altijd iemand verantwoordelijk houden voor een systeem. Van een killrobot die een burger per ongeluk toch doodt, kun je iemand aanduiden die verantwoordelijk is, een kandidaat voor straf is voor dat ongeluk. Ja, iemand die namelijk het risico heeft genomen om dat systeem te gaan gebruiken. Met andere woorden, wat is mijn conclusie? Ik denk dat AI geen disruptieve technologie is, althans als het gaat over morele problemen. Inderdaad, die morele problemen die kunnen worden vergroot en die kunnen tamelijk groot zijn als het gaat over AI, maar dat zijn geen fundamenteel nieuwe problemen. In mijn ogen althans. En het gaat slechts over 6 problemen. Er is volgens mij geen 7e zonde als het gaat over AI. Er zijn er slechts 6. Er is geen probleem van morele verantwoordelijkheid. Die morele verantwoordelijkheid die is er altijd. Er is altijd een morele verantwoordelijkheid. Er zijn 6 zonden, geen 7 zonden. Maar die 6 zonden zijn inderdaad grote problemen. Privacy en bias zijn grote problemen, maar het zijn geen nieuwe problemen. Tegelijkertijd wil ik wel eindigen met de idee van, of de deugd, de intellectuele deugd van voorzichtigheid. Ik denk dat er geen disruptieve technologie is op ethisch vlak. Maar ik kan me uiteraard vergissen. Ik kan morele problemen over het hoofd zien die wel degelijk fundamenteel nieuw zijn. Of het zou wel eens kunnen dat binnen de kortste keren, binnen een 5, 10 of binnen 20, 30 jaar, er wel problemen opduiken die compleet nieuw zijn. En dus dan zou ik mijn analyse natuurlijk wel moeten gaan herzien. Dus ik bouw wel een zekere voorzichtigheid in mijn verhaal. Het kan zijn dat ik een aantal dingen over het hoofd zie. En het kan ook zijn dat dat er binnen de kortste keren wel problemen opduiken die wel degelijk een nieuw, fundamenteel nieuw probleem zijn. Wie daar interesseert in is, en zoals ik daarnet al zei, in datgene wat ik net verteld heb, die kan mijn boek dat net is verschenen aanschaffen of lenen in de bibliotheek.